Ein 88-jähriger britischer Orlogsveteran heft in London ein junge Frau gerit wann ein Gröb wann over Walles. Volgens de Evening Standard gräb Veduna John Nixon in ten het zeigt dat der over Walles de Frau probe eden te berufen. Höwel Nixon oplatte leftet is, dens dahin it terug. His in de Jaun fertig getraind als Kommando en heften der Meergewirten in de Korea Orlog. Hörsen de waren Elite-Truppen en heftlette ook in Dichtingen weg gedan in de Meerheit Mittenosten. Die Erwaringen kwamen gött wann pass. Mir erste Döll was om han andacht af de lieben wann het meisje, die hart gilte. Ich krieb dat ze haar med rast müssten latten, aldus Nixon andacht gegen de Evening Standard. Half Knockout. Verfolgens kehrten zet sich gegen mir in wilden Zähmen Geld. Dat gat niet geber Ohren, reagierte ich. Dat harten ze niet verwacht, det de 88-jährige Britzen verhall. Mit Training kwam wir terug en ex löke een half Knockout mit een Karate klappern zinnig. Tön kwam een ander mit een Mess, dus ook da müsst ik me afregnen. Hast du idel niet getraind, alleen wist me wel enkele keren tisch tegen terwijl ik het Mess af wilde packen, stilde die oud militär. Ma Angst kommt in mijn woorden beuk niet voor. Ik ben al eens in mijn been geschoten en ook eens door eens lang gebeten. Ik ben al zo vaak na dood gewist dat ik me hier gewoon geen zorgen om mag. Uit zonderlijke müdigheid. Nixon liep verwandingen an zijn hoofd en hand op en müsst na het ziekenhuis. De over Walles leugen op die lucht. De vrouw kon wegrennen. Niemand werd gearresteerd. De veteran wordt door de politie gepritsen voor Ort zijn uit zonderlijke müdigheid. Een burger zag wat er gibt damit de vrouw en greep in. Heeft kleine verwandingen gelopen, aldus de Londense politie.